kunt even klimmen. Oh ja, oh, aardig klimmetje. Ja, ja. Nadat de stuwwal was gevormd, bedekten grote stofstormen de bodem met lus. Een soort fijne klei. Dit bruinige, ja. dat is heel fijn materiaal. En dat is dus echt lus. Dus dat is wat grover dan klei, ja. Maar toch is het fijner dan zand. Dat is heel erg vruchtbaar, toch? Ja, dat is vruchtbare bodem. En dat ja. op vlakke stukken is dat dus ook meteen door mensen in gebruik genomen als akkergrond. Ja. Maar op dit soort hellingen, daar kan de wilde flora en fauna van profiteren. Ja. Is dit ook allemaal lus? Ja. Of niet? Ja. Dit vind ik een van de mooiste grassen die we in Nederland hebben. Wat is dat? Bosgierstgras. Ah, het is inderdaad mooi. Het is namelijk heel... Het is ontzettend sierlijk. Sierlijk, ja. Die houdt ook erg van de lusgronden. En gierst is natuurlijk een gras wat je kunt eten. Ja. Deze vruchtjes zijn zo klein, dat is niet de moeite. Maar stel dat jij achter bent gelaten in het bos... Dan zou je, als hij rijpe vruchtjes heeft, dan zijn dat natuurlijk wel de ja. koolhydraatrijke hapjes die okay. je kunt snoepen. Ja. En dan zou je er hier nog een zuurtje bij kunnen doen. Wat is dat? Dit is witte klaverzuring. Deze ja, houdt ook van een beetje vocht, een beetje lus. Ja. Ook de klimop houdt van lus. Zo. Ja, die heeft de boom goed gevonden. Ja. Maar nou heb ik vroeger altijd gehoord van ja, dat moet je eigenlijk niet hebben. Nog tegen je huis, nog in een boom, want dan verstikt hij die boom. Dat valt heel erg mee. Die nee? Worteltjes, je kunt hier heel mooi die worteltjes zien. Die zijn echt alleen maar om zich vast te hechten aan de boom. Okay, hij haalt helemaal geen voedingsstoffen eruit. Hij haalt hier helemaal niks uit. Nee. Aha. Uiteindelijk... is ja. het natuurlijk wel zo dat een boom helemaal overgroeid kan raken. Maar ja, dan heb je het waarschijnlijk wel ook over een klimop die net zo oud is als die boom. Dus dan is ook een beetje de vraag van ja, moet je een boom dan hoger waarderen dan de klimop? Hier bloeien heel veel soorten in het voorjaar, in de zomer. Ja. Maar in het najaar heb je de klimop. En ja, daar komen heel veel insecten op af, op die bloemen, allerlei bestetende vogels. Dus het is een hele belangrijke soort om wel te hebben in je bos. Het is een beetje glad hier, pas op. Ja. Het zijn mooie klimoppen dit, zeg. Ja, dit heb ik nooit gezien, dat het zo ook tot aan de grond gaat en daar waarschijnlijk weer wortelt. Lijkt een beetje een mangrovenbos hier. De klimop zit vol leven. Ja, er rent en er loopt. Hier, een klein rood. Oh, wat ja. is dit? Een meitje. Een hele snelle. Meid. Wat is dat voor dier? Daar zitten, bij de meiten zitten zowel soorten die materiaal afbreken, dus die dood materiaal afbreken. Ja. Maar ook roofdiertjes tussen die dan weer op springstaarten jagen of op andere meiten. Ja. Ja, dus dat is ook weer een klein ecosysteem op zich. Ja, waanzinnige. Zulke kleine diertjes die dan weer op andere diertjes jagen. Ja, ja. ja. Kijk, hier gaat, daar iets, gaat iets anders. Wat is dit? Een pissebed. Ja, dat is een dier wat ook echt van de afbraak van strooisel en zo leeft. Dat is dan weer makkelijker beschikbaar voor planten. Dat is mest, zeg maar. Ja. Voeding. Ja, 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 ja. Dus al die diertjes die we nou zien, een deel daarvan is bezig met het verteren en, van die organische stoffen. Ja. Die zorgen allemaal voor voeding voor het bos. Ja. Mm-hmm. Jeetje, wat klein. Hoe snel moeten die pootjes wel niet bewegen? Wil die zo snel zich voortbewegen?